Hele goedemorgen, het is vandaag donderdag. Zo te zien had ik nog steeds geen zin om mijn haar te doen. Ik ga stuk. Ik heb me even omgekleed. Ik heb gewoon een truitje aan. Ik weet niet eens meer waar die is van deze. Ik heb mijn oude broek aan van de Zara die ik weer pas, waar ik heel erg blij mee ben. En ik heb mijn slippers aan van Boohoo.com. Ik ben zo blij met mijn teennagels. Echt niet normaal, love it. Vandaag heb ik dus echt geen foundation meer en ik vind het eigenlijk gewoon veel chiller. In sommige licht zie je echt wel dat ik geen foundation op heb, zeg maar. Maar ik vind alleen concealer al prima. Een beetje bronzen en dan is het oké. Okay. Zal ik ook even zeggen dat ik echt heel erg blij ben dat ik weer donker ben gegaan. Mijn haar is echt een stuk donkerder. Als ik krullen heb is het zeg maar wel wat lichter, dat is altijd zo. Maar als ik het ook nog zo stijl heb van boven, dan is het nog donkerder. Zo, dit is mijn eten vandaag. Lekker ketel weer. Dus dit is ons eten. Hyena. Leuk hoor, die nieuwe auto van jou, nou, met je vlogplekje. We zijn klaar met de meeting en we gaan nu even richting Sal van Essie. We wonen nog even naar de H&M. We gingen dus langs bij een biologische supermarkt. Want ik wou chocola halen en ik heb die hebben gestoord. We gehad. Toen gingen we kijken naar de prijzen van de asperges. En ik zei gewoon tegen Essie van, ik ben heel erg benieuwd wat het prijsverschil is van deze asperges met die van Albertijn. En zo'n vrouw die kocht toevallig asperges op dat dus moment. Ze keek mij aan en zei van, wat zijn ze ook alweer precies? Zeg van, ja, deze zijn wel biologisch, hè? Ja, het is maar net. Het is maar waar je om geeft. Ja. Bitch! Wait a minute, bitch! Ik heb helemaal niks gevraagd. Het is ik wil alleen de prijs weten. Maar ze keek ook eens van, het is maar net waar je om geeft. Ja, maar soort van, whatever. Ja, kan het, want ik zei nog van, ja, ik zeg, het is hetzelfde als bij de appie. Weet toch, ik denk gewoon Albertijn, joh. Ja. Ik vind dat soort mensen echt zo irritant. Dat hetzelfde met vegans. Nee, maar hun voelen zich gewoon fucking goed. Omdat ze alleen maar, hun zijn, denk, ik ben een beter mens. Nee, maar het is goed dat je bio eet, dat je tuurlijk vegan bent, dat je vega eet. Maar ik vind van, je moet zeg maar het niet opdringen aan de mensen om je heen. Of ze een kutgevoel geven omdat ze dat nog niet doen of zo. Maar ja, ik vind net waar je om geeft meer. Ja, ik vind. Hey, hallo! Dit is mijn vrouw, hè? Dit is mijn aan de kant met de fiets. Ja. Precies, goed zo. Wij zijn helemaal gek, man. Ik zei net ook van, what the fuck, gaat het nu regenen? Toen zei hij, hallo! Ik zei, hallo, hey, gaat het nu regenen? Lopen jullie nu richting de auto van mijn vrouw? Hey, doe normaal, ik schaam me de tyfus, man. Vier kinderen, wat zei hij nou? Doe mijn camera maar uit, dit is mijn vrouw, hè? Denk echt, ja, hallo, hey. Rook je nou richting mijn auto? Domme man. Kan ik erbij? Oh mijn god. Oh mijn god! Achteraan doe je open. Ik kom daar niet eens bij. Jawel. Nee, ik kom daar echt niet bij. Hier, makkelijk. Oh, ik vind het zo hey, hallo. Doen jullie die ding zo ver voor mijn vrouw? Jouw stem. Man, hoe durven ze? Echt. Dat jij je riem af moet doen? Gordel. Wil je even weggaan? Hè? Nee, best wel van. Waarom? Het blijft jou heel ongemakkelijk filmen de hele tijd. Zo, inmiddels thuis. Nesim is weer even weg, want hij heeft nu motorrijles. We hebben dus even geshopt in de stad. We zijn best wel geslaagd. Niet heel leuke dingen gewonnen, maar wel een paar leuke basics. En daarna heb ik even alleen boodschappen gedaan en ik ga zo even koken. Maar ik wil jullie nog even laten zien wat ik heb gekocht. Als eerst waren we dus naar de H&M gegaan. En daar heb ik dus... Het zijn meer een beetje vakantiedingetjes, vind ik. We hebben nog geen plannen voor vakantie. Maar ik heb er nu al echt zoveel zin in. Ik kijk echt zo uit naar vakantie. Als eerst heb ik dit topje gehaald bij de H&M. Het is zo'n bandeau topje eigenlijk. En ik vind het gewoon echt heel erg leuk voor op vakantie. En hij was echt super cheap. Deze is €9,99. Gewoon een tientje. En ja, het lijkt me leuk met een witte hoge broek of een rok. Maar ik zou er wel echt iets wits onder doen. En ik zag ook van die mooie korte broekjes met zo'n strikje eromheen en zo. I like it. Het is wel echt heel erg curly. Verder
Dat vond ik wel echt heel erg leuk. Heb ik deze blouse gekocht. Ik vind deze echt zo cute. Dit is echt een medium blouse. En dat vond ik ook eigenlijk heel erg leuk voor op vakantie. Of als het gewoon heel erg mooi weer is hier in Nederland. En deze was €19,99. En... ja, ik hou hier gewoon van. Het lijkt eigenlijk een beetje op een pyjama stof, maar I like it. En ik vind deze kleuren altijd heel erg mooi. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En deze is €20. Toen kwam ik bij de Zara. En daar hadden ze dus een soortgelijke shirtje voor ongeveer dezelfde prijs. Volgens mij was het iets van €5 duurder of zo. Maar hij leek er echt heel veel op. Maar ik vond deze toch iets leuker. Toen waren we naar de Zara gegaan. Heb ik ook maar twee dingen gehaald. En eigenlijk twee dezelfde dingen, maar een andere kleur. Ik heb dus deze jurk gehaald. Ik vond deze echt zo cute. Vooral van boven zo. En ja, het is een beetje beige met een olijfkleurtje. Die stippen zijn zeg maar van een olijfkleur. Ik vond deze echt heel erg mooi. Ik had hem gepast. En hij was ook echt heel erg fijn en chill. Deze stof was ook echt heel erg chill. Deze is ook €20 en het is een maatje S. Er zit hier best wel lekker veel stretch in. Dus dat vond ik wel chill. En ik heb van dezelfde jurk heb ik een andere kleur gekozen. En die vond ik heel erg mooi. Gewoon even wat anders. En dat is dus deze. Ook een crème kleur als basis, maar dan meer met bruine tinten erin. Deze vond ik ook echt heel erg cute. Lekker zomers. Ik had blijkbaar weer zin in de zomer. En ik heb heel veel zin in de vakantie. Ik kan niet meer wachten, jongens. Ik ben trouwens naar de Appie geweest. Als ik naar de Appie ga en ik zie een beetje sale, dan ga ik er altijd tussen kijken. En wat ik echt heel erg chill vind bij de Appie is denk ik een beetje de keukenafdeling met pannen en borden en bakjes en zo. Want de kwaliteit is echt goed. Ik weet niet of jullie wel eens hebben gekocht daar. Ik vind de kwaliteit echt heel goed. Maar ik koop het eigenlijk nooit dat ik zit er iets in de sale is. Dan denk ik van, ja, dat ga ik halen. Omdat ik gewoon weet dat de kwaliteit gewoon echt heel erg goed is. Dus ik heb vandaag gewoon random een pan gehaald. Kijk, hier op achtergrond. Ik ga helemaal stuk. Ik heb dus een pan gehaald. Dus het is deze zwarte pan van de Albert Heijn. Het is een braadpan, die had ik nog niet. En deze is afgeprijsd voor €13,49. Het is echt een koopje. Vooral omdat ik weet dat het echt super goed kwaliteit is. Misschien lukt het wel om mijn boodschap ook te laten zien. Want ik had vandaag heel veel... Nou ja, ik laat jullie even een paar boodschappen zien. Ik had vandaag namelijk heel veel zin in aubergine. En ook heel veel zin in bloemkool. En dat koop ik echt bijna nooit. Want ik koop altijd meestal broccoli. Maar ik vind bloemkool stiekem veel lekkerder. Maar Nessie is echt een fan van broccoli. Dus ik ga vandaag lekker broccoli maken. En aubergine. Ik heb er echt heel veel zin in. En verder heb ik dus normaal gesproken altijd zo'n textielverfrisser van Ambipur. En ik heb vandaag van Albert Heijn gekocht. En deze ruikt zo lekker, had ik echt niet verwacht. En deze is gewoon twee keer goedkoper. Dus ik ga deze even testen. Even kijken of deze wat langer blijft. En dan ga ik even kijken welke beter is. Dus avond had ik de gehakt eruit gehaald. Maar is nog niet volledig ontdooid. Dus ik ga het nu even snel ontdooien. Even deze groente wassen en in stukjes snijden. Want die gaan even straks in de oven. Ik ga alleen de bloemkool en de aubergine vooraf een beetje bakken. Anders vind ik het niet zo lekker. Zo, bloemkool is gewassen en gesneden. Ik heb maar een halve bloemkool gebruikt. Zo, alle groenten zijn gesneden. De bakballen zijn klaar. Ik heb ze lekker gekruid. Ik ga ze nu even bakken. Zo, ik ga deze pan even voor het eerst gebruiken. Ik heb hem eerst natuurlijk afgewassen. Het ziet er uit. Ik ben hier de aubergines aan het bakken. Zo, de bloemkool gaat erin. Zo, ik heb de bloemkoolroosjes gebakken en een klein beetje water toegevoegd. Zo, uitjes zijn klaar. Ik heb hier even alles opgestapeld. Hier zit bloemkool in, aubergine en uitjes. Er komt nog tomaat overheen en een tomatensausje. En dan gaat hij in de oven. En ik heb inmiddels water toegevoegd bij de gehaktballen. Oh, dat ziet er zo lekker uit. Zo, gebakken tomaatjes erop.
En dan de tomatensaus. Dat is gewoon letterlijk tomatensaus met zout en peper. Daarnaast doe ik er dit overheen. Dit heb ik echt nog nooit gebruikt. Maar de combinatie met de aubergine lijkt me echt super lekker. Zo, niet te veel. Want ik weet niet of het lekker gaat zijn. Ik ben echt heel benieuwd. En nu even wachten tot mijn ovenschotel klaar is en mijn gehaktballen. En dan ga ik even ondertussen weer de keuken een beetje opruimen. Zo, mijn ovenschotel is klaar. Het ziet er super lekker uit. Ik kan niet wachten om te eten. En mijn gehaktballetjes. Zo, een heerlijke bord met lekker veel groenten, gehaktballen, slaatje, water. En ik kijk nog steeds die man. Oké jongens, een paar uur later. Ik heb met de serie gekeken, When They See Us. Gewoon letterlijk al in de eerste aflevering. En het is zo'n zieke serie, echt niet normaal. Echt een brok in mijn keel. Ik wil hem nog wel echt even afkijken, maar niet vandaag. Want ik moet echt heel erg snel naar bed. Ik ben zelf naar bed gegaan. Maar ik wil echt heel graag deze serie nog kijken. En ja, ik ga snel naar bed. Ik heb gelukkig al mijn tanden gepoetst. En mijn gezicht gereinigd. Dus ik kan gelijk naar bed. En ik zie jullie morgen weer. Doeg.